Dit is waarom je je doelen moet opschrijven. Let's go! Dit is het autobiografie van onze goede vriend Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Arnold Schwarzenegger, die was echt een super promotor van je doelen opschrijven. En je moet je voorstellen, hè? Hij is geboren na de oorlog in Oostenrijk, in een heel klein piepdorpje. Is uiteindelijk naar Amerika verhuisd, is bodybuilding gaan doen. Heeft zijn doel gezet op wereldkampioenschap, is dat 7 keer geworden. Wat die kerel allemaal heeft bereikt daarna, in de filmindustrie, governor geworden. They talk about losing their jobs when they come back. They talk about losing their homes when they come back. En in zijn boek, daar beschrijft het allemaal. Het is echt geweldig. Kijk, het is een heel dik boek ook. Nou, nu ben ik een enorme voorstander om je doelen op te schrijven. Dit is mijn dagboekje. Hier is dat allemaal mooie. Dit is mijn dagboek en dit is mijn tapje doelen. Dit zijn de doelen waar ik momenteel aan werk. Ik heb er even twee afgeplakt. Maar ja, hoef niet alles te delen op internet. Sorry. En dit zijn dus de doelen waar ik aan werk. Dit is mijn toekomstige huis. Heb ik uitgetekend bij mijn Tesla-auto's. Ga ik je later meer over vertellen. Dit zijn een paar doelen wat ik wil doen. Een luchtballonvaart maken. Avondvierdaagse lopen. De Domtoren beklimmen. Zie je? En hier is wat ik wil hebben. Ik wil een Tesla-auto. En hier, die heb ik vandaag af kunnen vinken. Ik heb hier even wat doelen afgeplakt. Die zijn ook weer te persoonlijk. Een persoonlijke trainer vinden die mij helpt met sport. Nee, ik hoef niet af te vallen. Maar in het boek van Arnold Schwarzenegger, dat je hebt het de hele tijd over sporten en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, ik moet dat ook gewoon doen. Ik moet ook gewoon iets doen aan sporten. Ik moet ook spierkracht creëren. Ondanks dat ik een spierziekte heb, moet ik dat kunnen doen. Maar daar heb ik wat guidance bij nodig. Dus ik sprak met mijn goede vriend Marijn. En die zei, je moet niet een personal coach vinden, maar je moet naar de fysiotherapie. In het doelentapje, wat wil ik doen, heb ik ook nog een doel. Leren om te golven. Het lijkt me zo leuk om een keertje te golven, zeg maar. Ik weet niet hoe ik erbij kom. Ik dacht, schrijf het gewoon op. Vind ik gewoon leuk. Anyway, ik ben vandaag naar de fysiotherapie gegaan. Ik heb afspraak gemaakt. En wat blijkt nou? Die man die is ook nog golfer. Dus hij zegt tegen mij, lijkt het je leuk om een keer te golven? Ik zeg, super gaaf, laten we dat doen. Dus, dat is toch bijzonder. Dus mijn persoonlijke trainer, wat dan persoonlijke fysiotherapeut wordt, die heb ik af kunnen vinken. En deze waarschijnlijk ook. Binnenkort. Nou, nu heb ik er nog één. Let op, hè. Oh. Ik wil ooit spreken bij TED. Nou, die heb ik ook in een rare bui heb ik opgeschreven. Voor de mensen die niet weten wat TED is. TED staat voor Technical Education and Design. Moet je even op YouTube. Allemaal hele inspirational filmpjes. Amerikaans. Miljoenen kijkers. En ik hoop dat daar ook een keer te staan. Maar dit is wat er gebeurde. Let op, hè. Ik neem je even mee naar mijn kamer. Let niet op de zooi. Oké. Okay. Momenteel doe ik mee aan de cursus van Michael Pilatschi. Ik zit in zijn besloten Mastermind Academy Facebook groep. En daar had ik deze post gemaakt. Over, dat iedereen mee moet doen. Een beetje motivatie, weet je. Daar reageerden 117 man op. Heel veel likes. Leuk. Nu is er een mevrouw. En die post, als een reactie, zegt zij, mocht je een keer een TED-talk overwegen, ken ik wel iemand die connecties heeft met de TED-organisatie. Ja, dat is toch super vet, of niet? Wauw, dat is echt, ja, ik geloof hier echt in dat zodra je op gaat schrijven wat je wil, dus dat je aan jezelf laat weten wat je wil, dat je het universum laat weten wat je wil, dat je de mensen om je heen laat weten wat je wil, dat je het uit kan spreken, dat het in je onderbewustzijn gaat zitten, en dan gebeurt het. Zo simpel is het. Dus, aan jou. Schrijf echt op wat je wil. Het maakt bijna niet uit wat je opschrijft wat je wil. Want dan kom je ook achter of je het echt wil of niet. Soms kom je er ook gewoon achter van, nou, ik vind helemaal niks. Maar je bent in ieder geval in dat proces, weet je. En het is zo leuk om mee te spelen. En voor je het weet, gebeurt het. Zoals nu bij mij. Dus Arnold Schwarzenegger deed, onze goede vriend. Ik nu ook. Dus ik hoop jij ook. Volg je doelen. Schrijf ze op. Doen. Oké. Okay. Dat was hem. Komt ie, hè? Cheers, dankjewel voor het kijken. I'll be back.
You've been back enough. I'll be back.